bent voor dieren. En trainen na de feestdagen. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Weet jij dat honden 16 maal scherper horen dan mensen? Niet? Stel je dan eens voor hoe hard de honden de knallen van bombes en vuurwerk horen. Eigenlijk gaat geen enkel dier gepaard met vuurwerk. Dus vuurwerk is met name iets wat mensen heel leuk vinden. Maar dieren vinden, eigenlijk bijna geen enkel dier vindt vuurwerk leuk. En dat komt eigenlijk omdat ze niet begrijpen wat het is. Dus voor dieren is het eigenlijk meer, dus honden, poezen, paarden, maakt niet uit, vogels, katten. Zij hebben het idee dat het misschien gaat donderen, gaat onweren. En voor hun is dat hetzelfde. Dus voor hun is vuurwerk afsteken net zo spannend als dat het gaat onweren. Eigenlijk een heel aantal dieren die hebben veel beter gehoor dan mensen. Bij honden zeggen ze wel 16 keer een beter gehoor dan wat wij hebben. Dus dat betekent dat wat voor ons een knalletje is ver weg, dat is voor een hond eigenlijk alsof het naast hem gebeurt. Nou, er gaat eigenlijk heel veel mis, helaas, elke vuurwerkperiode. Niet alleen bij mensen die vuurwerk afsteken en gewond raken, maar ook bij dieren. Je ziet ook vaak dat dieren zodanig in paniek zijn dat ze inderdaad zich aan iets scherps verwonden, als ze aan een ketting zitten, zich helemaal zo vastdraaien en zich bijna zichzelf van de adem benemen. Dus er zijn een heel aantal ongelukken wat gebeurt. Dus ze rennen weg, ze raken gewond en ze raken helemaal in de stress. Dus ze kunnen zelfs ook dieren die heel erg veel angst hebben, kunnen bijvoorbeeld ook gaan bijten of gaan krabben of weet je, gewoon vanwege alle stress. Dus belangrijk is dat je eigenlijk weet hoe je dier reageert. Dus als je dieren al langer hebt, als je een hond al een paar jaar hebt, dan zou je eigenlijk een beetje kunnen weten hoe je dier reageert. En dan kan je eigenlijk daar voorzorgsmaatregelen nemen als, weet je, als je ziet dat dier heel angstig is, misschien naar binnen halen. Weet je, meestal van onze honden zitten buiten. Maar juist in die tijd, waarbij het buiten zo spannend voor ze is, kunnen ze misschien binnenhalen. Of als je een ruim, veilig hok hebt, waar die ook wel gewend is om in te zitten, dan kun je ze ook wat meer in dat hok zetten. En dat geldt eigenlijk voor alle dieren. Hè? Dus paarden zou je liever op stal kunnen halen. Weet je? Dus overal waar veel wordt geschoten, moet je zorgen dat de dieren die buiten zijn, dat je die eigenlijk zoveel mogelijk naar een binnengebied trekt. Hè? Of een garage, of een schuur, of een hok, of gewoon bij jou binnen. En je merkt gewoon, als je een hondenliefhebber bent, dat die honden het veel makkelijker aankunnen als jij als baasje erbij bent. Jij bent dan een rustgevende factor. Hetzelfde geldt voor poezen. Poezen ook met name binnenhalen. Poezen kun je maar beter zorgen ze ergens een veilig plekje laten zoeken. Al is het onder de bank of onder je bed of weet je, onder een tafel. En als ze daar blijven zitten, moet je ze gewoon laten. Want zij kunnen, als ze heel erg gaan stressen, misschien je gaan krabben, weet je. Dus zo gauw dat die ergens onder zitten, dat ze het idee hebben van hier kan me niks gebeuren, kun je ze laten. Vogels, vogelkooien, laat ze niet buiten hangen. Mensen die met hun vogeltjes overal naartoe gaan en het overal meenemen en overal ophangen. Maar met die periode haal ze naar binnen toe, want het is echt gewoon te hard. Weet je, het is voor heel veel van onze mensen is het al luid wat er gebeurt rond de jaarwisseling. Laat staan voor die arme dieren die ook nog niet eens begrijpen wat er aan de hand is. Wil jij misschien alle extra kilo's die je hebt gehad tijdens de feestdagen weer kwijt? De personal trainer van Mosform geeft makkelijke oefeningen die je zelf thuis kan doen.
Dingen die mensen vaak doen is, ze gaan sowieso meer eten, want alles is lekker. Familie, vrienden, ze komen op bezoek. Zij gaan ook op bezoek, ze gaan uit. Dus dingen die ze vaak doen, ze gaan veel meer eten. En dingen die ze eigenlijk niet zo goed doen is dus misschien stoppen met de training. Of sommigen trainen niet, ze slapen slecht en ze drinken heel weinig water. Want wat we vaak vergeten is dat hoe meer je eet, hoe meer energie je naar binnen krijgt, hoe meer je moet bewegen. Maar juist de feestdagen hebben we dat niet, want we willen meestal dan stoppen met sporten. We drinken veel alcohol en we drinken heel weinig water. Dus het hangt ervan af wat je wilt doen. Wil je dat het makkelijker wordt in januari, hou je sport dan aan. Tenminste gewoon een half uurtje, elke dag. Je eet dan je dingen, je lekkere dingen. Weet ook dat je dus zwaarder wordt na januari. Of je zegt van, hey, ik wil het toch leveled houden, dus ik hou mijn sport gewoon aan. Of ik sport juist iets meer, want ik eet ook meer. En dan gewoon je water innemen genoeg. Dus vaak denken mensen dat lekker eten ongezond moet zijn. Maar lekker eten kan ook gewoon gezond zijn. Dus dat hangt helemaal van persoon tot persoon af. Dus maar lekker eten kan ook gewoon gezond zijn. Waarom is het belangrijk om te bewegen? Omdat je de energie naar binnen krijgt. En als je dus niet beweegt, gaat die dus opslaan in vet. En dan krijg je dus overgewicht. Los daarvan zorgt het voor algehele conditie. Je kan beter functioneren, je kan beter nadenken. Je kan je dagelijkse activiteiten gewoon makkelijk ontplooien. Sowieso is het belangrijk dat je heel rustig weer opbouwt. Want je lichaam is heel efficiënt bezig. Dat wil zeggen, hij onthoudt voor 3 dagen dus je normale activiteiten. Als we even gewoon weten dat je lichaam alles onthoudt dat je doet. Als je dus gewend bent naar de winkel te lopen, dat is 5 meter, gaat hij dus energie daarvoor opslaan. Doe je plotseling 10 meter, gaat hij ook energie daarvoor opslaan. Dus weet dat als je in januari weer begint, dat je het rustig moet opbouwen. En sowieso zijn er oefeningen die je kan voordoen zo meteen en die je gewoon thuis kan uitvoeren. En als dat niet lukt, kan je altijd gewoon voor begeleiding kiezen. Masvorm bijvoorbeeld. Het waren 3 oefeningen. We hadden de buikspieroefening. De meeste mensen kennen het als fietsen. Daarna hadden we opdrukken of push-ups. En de laatste oefening was squats. De eerste zei ik al, buikspieren. Dat is goed voor die buikspieren om ze in shape te houden. De tweede oefening is push-ups. Dat is meer voor die armspieren en die barspieren. Om het even zo aan te geven. En die squats is eigenlijk goed van beneden uit, helemaal tot je heupen. En ook gewoon je core een beetje. Dus dat zijn de 3 oefeningen. Dus de oefening zelf bepaalt niet wat er gebeurt, het is hoe je de oefening doet. En dus als je zo zegt, je wilt vet verbranden, moet je dus veel oefeningen na elkaar doen, om het even zo aan te geven. En als je zegt dat je spiermassa wilt opbouwen, wilt zeggen dat je resistance moet creëren, dan ga je wat trager squatten. Zodat je spiermassa opbouwt. Maar als je dus gewoon vet wil verbranden, moet je dan tempo werken en aan 1 stuk door. En dat was het voor het YouTube-kanaal. Bedankt voor het kijken. Sribi Shwiti, Tetamara. Doei!